Opstelten wil 3 politiediencentra maken voor die ondersteunende diensten. In Zwolle, Eindhoven en Rotterdam. In Rotterdam komen volgens de nu bekendgemaakte plannen onder meer de afdelingen financiën en communicatie. Maar personeelszaken bijvoorbeeld wordt voor het grootste deel in Zwolle gevestigd. Veel politiemedewerkers zullen ver moeten gaan reizen of verhuizen. En dat zorgt voor veel onrust. Ik heb nog nooit eerder zoveel reacties gehad op plannen van de minister of van de korpschef. Mijn mail loopt helemaal vol. De telefoon gaat constant over onrust van collega's, vragen die er zijn. En dit heeft wel geleid tot een stevige tik onder de ADH-collega's. Ja. En waar maken mensen zich dan druk over? Ja, mensen maken zich druk over als het werk wat ze nu met heel veel plezier doen, als ze dat nog wel kunnen blijven uitvoeren. Hè. Plus dat mensen zich zorgen maken als zij wel voldoende tijd aan hun gezinnen kunnen besteden, omdat er mogelijk zoveel reistijd achterweg komt. De bonden hebben met de minister afgesproken, conform een eerdere uitspraak van de rechter, dat mensen maximaal 1,5 uur reistijd mogen hebben. Maar voor veel medewerkers is in totaal 3 uur reizen bovenop de werktijd onacceptabel. En velen zullen boven die 1,5 uur uitkomen. En dat is ook wat er nu voor zorgt dat er zoveel mensen herplaatsingskandidaat worden. En die mensen worden niet ontslagen, hè, want daar hebben we met elkaar afgesproken. Die mensen hebben ook wel een loongarantie. Maar die zijn niet meer zeker van het werk wat ze nu met veel plezier doen. De minister heeft de Centrale Ondernemingsraad niet bij de plannen betrokken. Dat is niet echt zoals het hoort te gaan. Nou ja, als dit de opmaat is voor hoe wij de reorganisatie gaan uitvoeren, dan belooft dat niet veel goeds.